video een poststar. Ik zie er niet zo goed uit, ik weet het. Maar een beetje tussen morgen tussen. En we moeten een test laten afdoen voor de COVID, voor de operatie te kunnen doen. Als je negatief bent, dan kun je de operatie doen. Dat is een verplichting eigenlijk, ook al bent u gevaccineerd. Ik ga me daar niet over uitspreken voor de rest, want anders krijgen we waarschijnlijk een heel gedoe. Daar ga ik dus niet over beginnen strijden tegen niemand. Maar ik heb mijn mening daar een beetje over eigenlijk. Maar goed. Dus ja, gaan we dat maar gewoon doen eigenlijk. Ik weet, ik heb al een paar keer die testen gedaan. Ik heb je niet altijd meegenomen, ook niet altijd gezegd. Maar daarmee dat ook zo zelfvol is, omdat ik weet dat doet pijn. Bij andere mensen dat misschien geen pijn, dan is van persoon tot persoon. Maar bij mij, in mijn ervaring, heeft het altijd al pijn gedaan. En dan weet je ook een beetje hoe het allemaal voelt. We moeten ook ons boodschappenlijstje meenemen. Waar hebben we die gedaan ondertussen? Hoe hebben we die erin gestoken, denk ik. Terwijl, hier is die. Wat we allemaal moeten gaan halen. Dus dat gaan we ook nog mee pakken. Dat is voor na de dokter. Dus dat is mijn ervaring er een beetje aan. Dus, maar ja, wat moet, moet. Dus ik doe mijn plicht. Puur voor de operatie, denk ik, toe. Dus ik heb wel een beetje... een beetje stress eigenlijk, geef ik eerlijk toe. Dus ja. Dus dat is echt heel plezant. Dus om 4 uur komt de Kenny voor Enzo zijn verrassing elkaar te steken. Dus dat is ook nog leuk eigenlijk om te zien, maar die video ga je natuurlijk pas zien. Hoe dat we die in elkaar hebben gestoken nadat Enzo zijn cadeau heeft gekregen. Maar ik ga eens kijken hoe laat het is, om het zeker niet te laat. Zo, we zijn aangekomen. Stress, steeds. Maar goed, nu gaan we het wel overleven. Dat is papier dat we hebben. En dan wacht, het is allemaal mooi ingericht. Niemand dus, kan niet verder. Zo, we zijn nu aan de winkel, gaan de karken halen. En voilà. Het is dus afgenomen trouwens. Ja, een goede dokter, want die houdt me altijd kalm. Dus nu is het mijn karken. We zullen er geld moeten insteken, dus ik ga kijken eens wat. Ik zal een beetje zoeken, want ja, dat komt die nooit. Dus het is een beetje zoeken waar alles staat, maar goed, het komt wel goed. Dus sowieso. Ik had de camera altijd een beetje zo, moet er dan geen mensen in beeld komen. Is er nog nodig? Puree, wortelpuree, dat zal me daar staan. Banaan moeten we ook hebben. Ja, staat er. Dat de mensen goed door kunnen. Ik denk niet dat mensen niet door kunnen. Banaan, dat zie ik ook niet liggen. Ik kom hier ook dus nooit, hè. Dat is allemaal super. Dus geen honing en geen bananen. Goed. Niet gaan doen. Als er bananen zijn, kunnen we niks aan doen. Dan is het gewoon de rest nog zoeken. Er zijn heel veel dingen leeg, waardoor ik niet alles kunt vinden. Ofwel loop ik het verloren, dat kan ook. Maar ja, ik zit een beetje leeg. Ik heb nog veel nodig. Natuurlijk. Ik weet nog niet dat dat ligt. Ik moet kijken. Ik ga me nu haasten, maar ik zie het niet lekker. Dus ik zie haar haar. Dat vind ik. Zit. Zit.
zo. Ik kan niet voor. Beter, wat beter, anders goed. Het is koud. Ik ben een kiezer. Kom op! Als ik dat beeld niet gebruik. Ja, doe dat zelf maar. Zo, we staan aan de glascontainer. En we gaan nu het glas erin doen. Dat gaan we eventjes doen. Hij staat hier. Het is extra in doog houden. Dus wij gaan jullie hier even zetten. Zo, dat is allemaal weg. En nu gaan we... Vond je het een leuke video? Zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer.